eens even stofzuigen. Bijna leeg, maar... Oh! Jullie krijgen in... Nog één setje. Dit briefje schrijven. Ja. Beetje. Dit is wel weer door. Bij de ga je missen? Hey. Zo, dus dan wel even een flashback. Flashback. Hey. Ja. Heel leuk. Leuk. Ja, doe maar voorzichtig. Ga je helpen jou? Goed zo. Gaat je? Huisjes. Oh, 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 oh. Mooi. Oh. Pas. Ja. Ja. Hamster Sammy. We hebben dus toch ook maar... Boat. Fly. Gaan spelen. Au. En het is vandaag bijna vakantie. Het is vrijdagochtend. De kinderen gaan nog heel eventjes naar school. En dan begint de herfstvakantie. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nou, we hebben nog de laatste keer voor deze vakantie de schooltassen in. En op, ga ik nog een knuffel. Nog Lucilla, die heeft vandaag een kort dagje. Ja, heb ik helemaal vakantie. Een kort dagje. En Luxie, die blijft bij mama en papa. En Luan, die heeft nog een lange dag, jongen. Ja. Nou, top. Tassen zijn gepakt. Kijk eens, jouw tas en die is voor in de auto verstaan. Nou, en op naar school. Lucie was ook alweer van de partijen, jongen. Je was ook alweer van de partijen. Vakantietasje maken. De eerste koffertje. Oh, nee, zijn tweede vakantie wordt dit, hè? Dit is de tweede vakantie al. Ja, dat vind ik. Ja. En jullie gaan allemaal met ons mee. Lucius die doet even lekker zijn ochtendslaapje. Luxie zit even hier heerlijk lekker Netflix te kijken. Een schatje. Pip die houdt de wacht. Poppenhuis. Het poppenhuis kijkt ze van Netflix. En op deze typische herfstdag is het dan toch echt tijd, jongens, om de boel in te pakken. Het hele huis schoon te maken. Daniel gaat even met de stofzuiger. Straks nog even met de dweil er doorheen. Ik doe straks nog even alle wc's en badkamers poetsen. Slaapkamers even netjes achterlaten. Was is allemaal gedaan. Nu is de wasmand helemaal leeg nu we gaan. En ik ga zo de koffers inpakken. Nou, de koffers, de tassen. En de kleren inpakken. En al die andere dingen inpakken voor vakantie, jongens. Want de herfstvakantie is aangebroken. We hebben er heel erg veel zin in. Heel erg naar uitgekeken ook. Typische herfstvakantie. Met dit weer al helemaal. En Daniel was begonnen met het stofzuigen. Helemaal aan deze kant. Kijk. Daar staat hij. Nou, hier alles even stofzuigen. Alles even de stofzuiger heen. En dan nog even dezelfde door. Ja. En? We gaan het eerst proberen. Kijk eens. We hebben... Zonder was. Een leeg... We hebben een leeg washok, jongens. Ja, leeg. Bijna leeg. Het is nooit bijna leeg, maar... We vouwen het over op ze terug zijn, maar dan hebben we geen was in de wasmand. Nee, super. Nou, en als we dan terugkomen, hebben we weer een nieuwe was. Ja, een schone was. Dat is iets voor dan. Ja, en ik ga de kleren doen. Oh ja, ik moet ook nog met de bus zometeen even langs erover. Maar het eerste je de bagage naar beneden. Ja, ik ga even de klerentas, ja, tassen... Tassen, degene die ons al wat langer volgen, die weet dat ik, nou, ik zet mijn bril af, maar mijn lenzen zijn op, jongens. Heel irritant, want ik heb liever mijn lenzen dan mijn bril. En ik heb nog twee setjes en die wilde ik eigenlijk bewaren voor de vakantie. Maar ja, dan nog moet ik alsnog meer mijn bril op. Maar goed, wat wou ik nou zeggen? Ik raak even de draad kwijt. Sorry, jongens. Oh ja, ik wilde zeggen, als we op vakantie gaan met de auto, dan hebben we eigenlijk altijd van die tassen. Gewoon lekkere, simpele supermarkttassen. Nou, in dit geval heeft Daniel van die actiontassen gepakt. En dan zou je denken, waarom is het allemaal in die tassen? Waarom pak je niet gewoon, kijk, een koffer, die hebben er ook staan. Nou, heel simpele reden. Hoe meer kinderen, hoe groter de auto, hoe meer bagage je uiteindelijk meeneemt. Wat we overigens niet erg vinden, maar het is ook een beetje, dat zit ook een beetje in mij, jongens. Heb ik ook altijd meer, ik heb liever te veel dan te weinig, zeg maar. En als je alles in tassen doet, dan kun je het lekker inproppen. Dan kun je het een beetje induwen. En een koffer is gewoon een standaard formaat. Vandaar dat we eigenlijk altijd de kleren, in ieder geval, in gewoon lekkere boodschappentassen doen. En dan hebben alle kinderen hebben gewoon een tas. En die zetten we dan, als we dan aankomen, zetten we die op de kamer waar hun willen slapen. Dan mogen ze zelf die tas uitpakken. En in de auto kunnen we het allemaal een beetje erin proppen. Zodat het ook allemaal past. Vandaar. Nou. Wat ik nu eerst ga doen is eerst even gaan kijken wat de kinderen hebben ingepakt. Gisteravond was het weer helemaal, oh, we gaan op vakantie.
Ja, ze moeten alleen nog heel eventjes naar school. Maar voor de rest waren ze helemaal in de vakantiestemming. En willen Luan en Lucilla altijd graag hun eigen tas inpakken. Vond ik helemaal oké. Ik zei alleen wel van wel, leg eventjes neer op je kamer. Zodat ik nog even kan checken wat jullie hebben klaargelegd. Voordat je het in de tas doet. Kijk, heel goed gedaan. Dus ze hebben gisteravond hun eigen kleren gepakt. Kijk, hier heeft Luan zijn setjes neergelegd. Hij heeft ook echt de setjes bij setjes neergelegd. Een broek en een trui, een broek en een trui. Aantal onderbroeken, aantal hemdjes en sokken. Heel goed gedaan. En hierin heeft hij ook nog van alles gedaan. Heeft hij nog een dikke veste. Spelletjes. Och, hij heeft een hele tas mee, joh. Wat heeft hij hier allemaal in zitten? Wil ik toch even kijken. Dan ga ik toch even kijken wat hij allemaal in die tas heeft gedaan. Een scheikunde dingetje dat hij van zijn verjaardag van zijn vriendjes gekregen. Dat is inderdaad wel leuk om mee te nemen. Dit is heel leuk om te vertellen trouwens. Dit zijn van die EQ-spelletjes. Van die smart games. Niet gesponsord jongens. Deze spelletjes vindt Luan super leuk. Die kan je namelijk alleen spelen. En je moet erbij nadenken. En iedere keer als je nadenkt kan je ook daarin beter worden. Je moet een bepaald iets oplossen ofzo. En dit doet hij regelmatig voordat hij gaat slapen. Mogen ze van mij altijd nog even op hun kamer iets voor zichzelf doen. Of Donald Duckjes lezen. Of hij gaat wel eens tekenen. Hij gaat wel eens muziek luisteren. Maar hij doet ook wel eens van deze smart games. Omdat je die gewoon in je eentje kan spelen. En die neemt hij mee op vakantie. Neemt hij eigenlijk altijd mee op vakantie. Ook een balloon memory. Nou hè, het zegt misschien nog iets over waar we straks heen gaan. Al zou dat niet heel erg veel verbazen. 2 i-tweetjes. Geen idee waarom je i-tweetjes meeneemt, jongens. Wat zit erin? Oh, hier zit zijn haarspul in. Ja, dit is een roze babyborsteltje van Luxie nog. Maar Luan vindt dit zo'n fijn borsteltje. En hij zegt, ja, maakt me niet uit dat hij roze is. Maar hij vindt het borsteltje zo fijn, omdat hij zo rond is. Dus het is eigenlijk een borsteltje wat hij al jaren zelf gebruikt. Wat hij toen een beetje van Luxie heeft ingepikt. Omdat hij de grote borstel van mij niet zo fijn vindt. Nou, en dit is een rekenmachine. Geen idee. Een boekenlegger, wat hij een keer van jullie heeft gekregen. En gummetje, potloodjes. Sleutelhanger, die heeft hij een keer van jullie gekregen. Kortom, een tasje met frutseltjes neemt hij mee. Oké, okay, helemaal goed. Deze, oh ja, dit heeft hij laatst ook gemaakt. Dit doet hij dan ook op zijn kamer. Kijk, heeft hij, ik ben Luan, met zijn handtekening. Hij oefent met zijn handtekening. Heeft hij gemaakt. Dat heeft hij ook 's avonds gedaan voordat hij ging slapen. En dit is een boekje met notes. Ah, heel leuk. Hier schrijft hij dingetjes in. En een boekje om te lezen, denk ik. Dit is een tekendoos. Heeft hij ook gekregen van kindjes van zijn verjaardag. Is hij heel blij mee. En die neemt hij ook mee. Dus voordat hij gaat slapen, tekent hij dus ook nog wel eens. En deze heeft hij toen ook gekregen van zijn verjaardag van zijn vriendjes. En hier heeft hij hele mooie tekeningen al ingemaakt. Die had hij mij al laten zien. Kijk, hij noemt het zijn kunst. Een heel mooi hart heeft hij hier gemaakt. En kijk dan. Deze. Ach. Stoer, cool, love. En dit is ook echt een kunstwerk, zegt hij, zei hij zelf. Mam, ik heb een echt kunstwerk gemaakt. Deze vond hij ook heel mooi. En hier tekent hij dan gewoon een beetje in. Voordat hij gaat slapen. Ja, nou, die neemt hij ook mee op vakantie. Ja, hartstikke goed. Ook top. Ja, ze nemen ze heel wat mee, jongens. Hier, wat zit hierin? Hier zitten pleisters in. Een bakje met pleisters. Oh! Dit mocht ik niet zien, denk ik. Kijk! Dit is een pleisterdoosje. En hier heeft hij stiekem snoepjes in gedaan. Heel schattig. Prima. Hij zit daarin. Wellicht herkenbaar, jongens. Oké. Okay. Wat zit er nog meer in? Zijn box natuurlijk. Zijn grote, hij kan zijn hele grote box niet meenemen. Maar wel deze JBL-box gaat altijd mee. Thuispak. Oh ja. Stresspoppetje. Dit is een heel erg leuk stresspoppetje. Dit heeft hij gewonnen bij zo'n zwembadspelletje. Wat we de laatste keer deden. Het is een heel, even zijn we scherp? Ja, kijk. Het is een heel grappig poppetje. Helemaal zo uitrekken. En het voelt ook echt super lekker. Dus ja. Die neemt hij mee. Sloffen zitten erin. Zijn sloffen. Badjas.
En ja, had nog 2 dikke vesten. Oh, zou ik dan überhaupt? Oh, het is een wekker. Vraag niet waarom, jongens, maar Luan die vindt het fijn om met zijn wekker op vakantie te gaan. Ik laat hem liever thuis, maar Luan die neemt hem mee. Niet zozeer dat hij de wekker zet, hoor, maar hij vindt het fijn om 's ochtends als hij wakker wordt gewoon zelf te kunnen zien hoe laat het is. En dan, ja, wij vinden het ook wel fijn als we op vakantie zijn, dat ze niet meteen, als hun wakker zijn, mama en papa ook wakker maken als wij nog slapen. Het ligt ook een beetje aan hoe de baby slaapt natuurlijk. Maar als wij ook nog slapen, dan van, laat ons maar liggen. En dan kan hij zien hoe laat het is en dan gaan ze even iets voor zichzelf doen of lekker even tv kijken of zo. Vandaar dat hij zijn wekker, eigenlijk is niet zijn wekker, gewoon zijn klok zeg maar meeneemt. Zodat hij kan zien hoe laat het is als hij 's ochtends wakker wordt. Nou, helemaal top. Deze tas die, vind ik goed. Die gaan we weer terug inpakken. En dan gaan we zo eens even kijken hoe het op de slaapkamer van Lucilla is. Ik weet niet of Lucilla ook zo'n hele grote tas heeft ingepakt. Ik denk dat Lucilla heel veel knuffels heeft gepakt. Lucilla kennende. Maar eerst even kijken wat ze hebben, wat ze heeft klaargelegd op haar eigen kamer. Ga ik dat zo ook even inpakken. Nou, kijk eens. Ook Lucilla, die heeft gisteravond al haar setjes, inclusief onderbroeken en sokken, helemaal klaargelegd. En ja hoor, knuffels in haar... Oh, deze sloffen, die heeft ze van de buurman gekregen. Dit zijn hondensloffen. En die had de buurman aan Lucilla gegeven. En ook hier heeft ze allemaal boekjes. Even kijken. Knuffels. Popjes. Oh, deze popdingetjes. Pyjama zit erin. Ook tekengebeuren. Haar dankbaarheidsboekje zit erin. En haar happertje met haar woordjes te leren die ze op school heeft gedaan. Tekenboek zit erin. Een ballerina boek zit erin. En allemaal poppetjes en poppets zitten er nog in. De traploper heeft ze mee. Leesboekjes heeft ze mee. Nou, dat is Lucilla haar tas. En dan ga ik ook even al haar kleren nakijken. En dan ga ik het allemaal even inpakken. Zodat Daniel dan straks in de auto kan zetten. Kijk, en wat ook leuk is om te zien op haar Lucilla haar kamer, is dat ze typisch zo'n verzamelmeisje is. En altijd als ze al die poppetjes heeft uitgepakt of zo, dan geeft ze die altijd een plekje op haar kamer. In deze kast. Zo kan je precies zien wat ze eigenlijk allemaal heeft uitgepakt. Kijk, en hier zitten alle armbandjes en dingetjes in. Wat ze van jullie krijgt in een fanmail. En hier staat trouwens nog dingen om een keertje uit te pakken. Die heeft ze gevonden bij het spelletje. En deze, die parfumfles, heeft ze hier staan. Die heeft ze ook een keer van jullie gekregen. Ook allemaal armbandjes en kraaltjes zitten hierin. Heeft ze hier neergezet. Dit is trouwens een foto van dat ze 2 jaar werd. Deze heeft ze ook een keertje voor jullie gekregen. En even kijken wat voor setjes ze precies heeft meegenomen. Dit is een jurk met lange mouwen. Een jurk met lange mouwen. Jurk, oh, zit allemaal jurken? Jurk. Ah, dit is een broek. Met, deze trui die ze gisteren in de fanmail heeft gekregen van jullie. Met de ballerina schoenen. Met een spijkerbroek. En hier ook een spijkerbroek. Ah, kijk dan. Met een tie-dye shirt, wat ze ook van jullie heeft gekregen. En even kijken, deze met een broek. Nou, top. Deze setjes heeft zij. Nu moet hij in een tas. Van Luan en Lucilla bij elkaar in de tas. Misschien een Luxie haar kleren kunnen we denk ik ook nog wel bij. Zo, dan hebben ze precies alle setjes op een stapel gelegd. Zijn ze gisteren heel druk mee bezig geweest. Dan hoor ik ze rommelen in de klerenkast. En op een gegeven moment heb ik van Luan en Lucilla, ga je nu slapen? Ja, nog 1 setje! Hoor ik ze daar roepen. Het is wel grappig hoe ze zichzelf daarna ook steeds meer zelf willen doen, zeg maar. Dat ik het allemaal voor hun hoef te doen. Oké, deze tas neem ik even mee bij Luan op zijn kamer. Zo. Even kijken. Luan heeft er ook zijn tie-dye shirt, wat hij van jullie heeft gekregen, meegenomen. Trainingspak. Ja. Deze broek met deze trui. Deze broek met deze trui. Ja. Ook een spijkerbroek met een trui. En deze trui. En die broek. Oké, een joggingpak. Zit ook altijd lekker.
Een licht setje, ook leuk. En hier onderbroeken, sokken en hemdjes. Ook allemaal op een stapel. Toppie! Nou, scheelt mij weer heel veel inpakwerk of uitzoekwerk in ieder geval. Hoef ik alleen maar die van Lucius en van Luxie uit te zoeken. En hebben de oudste twee eigenlijk hun eigen tassen al helemaal ingepakt. Ik zit nog even na te denken, jongens, over dat doosje pleisters waar stiekem snoepjes in zaten. Ik denk dat ik hem toch op een of andere manier laat weten dat ik het heb gezien. Met een knipoog, zeg maar. Dit is misschien ook wel leuk om te laten zien. Vaak als wij zelf ook gaan slapen en de kinderen slapen al, Nani en ik gaan ook slapen, dan lopen we altijd nog eventjes langs alle kinderkamers om te kijken of ze nog lekker liggen, nog even extra toe te dekken, doen we de nachtlampjes uit. En Luan die maakt altijd briefjes voor zichzelf om iets te herinneren voor de volgende ochtend. Bijvoorbeeld, vergeet vandaag je zwemspullen niet. Of vandaag heb je hiphoples. En dat soort briefjes legt hij dan bij zijn wekker neer. Zodat hij de volgende ochtend weet, oh ja, ik moet mijn zwemspullen klaarleggen. Of ik moet mijn dansspullen klaarleggen. Of ik moet mijn kormap klaarleggen voor na school. En wat ik dan ook wel eens doe, is dat ik ook een briefje voor hem maak. Die avond, als ik hem dus nog een kusje geef voordat ik zelf ook ga slapen. Voor de volgende ochtend. Bijvoorbeeld hier, ik kan het wel even laten zien. Kijk, hier liggen dus allemaal briefjes. Dit is zijn eigen handschrift. Dit is een briefje die ik een keertje heb geschreven. Heb ik geschreven, je bent een toppertje, Luan. Geniet van je dag vandaag, kusjes mama. En hier heb ik nog meer briefjes, die schrijft hij dan allemaal zelf. Vandaag weer school zwemmen, staat hier. Hier staat, heb ik een kinderfeestje van zijn vriendjes. Ze moet cadeautjes meenemen. Hier staat, ik heb school zwemmen, tas meenemen en huiswerk mee. En hier staat, je gymtas mee naar school, niet vergeten. En hier staat, Nintendo hoesje in de reistas doen voor vakantie. Je moet ook je borstel en de spuit in het tasje doen. Meteen doen, meteen doen. Super schattig. Dat schrijft hij dus in de avond, zodat hij dat volgende ochtend kan herinneren. Volgens mij is het een... Ik zit nou hard op te denken. Deze vergeten, zo'n Donald Duckje. Kijk, en ook op dit Donald Duckje zit een briefje. Dit briefje heb ik een keertje geschreven toen het studiedag was. Vandaag is het studiedag, dus lekker vrij. Kleed je maar snel aan. Papa en mama hebben een leuk uitje bedacht voor vandaag. We gaan ervan genieten. Kusje mama. En dan, hij bewaart die briefjes ook allemaal. Hij heeft zijn doosje. Dan doet hij al die briefjes ook weer in. Super leuk lijkt me dat ook om dat te bewaren. Maar volgens mij is hij deze ook vergeten. Dus ik neem die ook even voor hem mee. Want die vindt hij ook altijd wel fijn om 's avonds te lezen voordat hij gaat slapen. Maar wat ik nu dus zat te denken. Ik dacht, hoe grappig zou het zijn. Dat hij straks dat doosje. Wacht even hoor, ik pak hem er even bij. Hoe grappig zou het zijn als hij straks dan stiekem dat doosje open doet. Om een snoepje te gaan pakken. Stiekem, mama mag het niet zien. En dan zit er een briefje in van mama. Omdat we altijd dus met die briefjes met elkaar praten. Dus, wat ga ik doen? Pak even een briefje. Kijk, hier heb ik notes en een stift. Schrijf ik even een briefje voor hem. Geniet maar lekker van je snoepjes. Mama heeft ook pleisters mee. Ja, mama heeft ook pleisters mee. En dan zo'n poppetje. Zo'n smiley met een knipoogje. Dit briefje schrijf ik dan naar hem. En die doe ik dan in zijn bakje. Dan doet hij hem open. Hier een doosje open. De snoepjes in zitten. En dan doen we dit briefje. Doe ik hier zo in. Ik denk dat hij dat wel zal begrijpen. En dan ben ik benieuwd of hij er zelf mee naar mama toe komt. Oké, nou, deze doen we hierin. En dan doen we alsof we niks hebben gezien. Hoppatee, weer in de tas. Dit is misschien ook wel grappig om aan jullie te laten zien. Mochten jullie afvragen wat Luan en Lucilla, met name Lucilla, doet met alle sleutelhangers die ze van jullie krijgt. Deze allemaal gekregen van jullie in de fanmail. Jullie zelf gemaakt of opgestuurd of naam zelf erop geschreven. Maar die hangt ze dus aan haar deur van haar slaapkamer. Oh, en ik denk dat Luan zijn konijn nog is vergeten. Dit konijn is zijn geboortekonijn. En hier slaapt hij eigenlijk altijd mee. En die gaat altijd mee op vakantie. Dus die doe ik er nog extra bij. Nou, en de klerentas van Luan en Lucilla is gevuld. Kan er van Luxie. Luxie is niet meer bij. Dus daar pak ik even een nieuwe tas voor. Oké, en nu de kleren voor Luxie even uitzoeken. Even kijken. Die heeft hier ook al haar jurkjes en truitjes hangen. Deze, denk ik, die had ze bij. Dit is misschien wel leuk met die broek. Bij dit shirtje, denk ik. Die is ook wel leuk. En deze trui, natuurlijk. Die heeft Lucilla ook mee.
Die of die broek? Die broek. Deze broek. Met dit shirtje kan wel. En dan nog een paar leuke jurkjes erbij. Deze. Die had Lucilla ook. Nou, hemdjes nog erbij. En onderbroeken. En dan kunnen we ook Luxia kleren inpakken. En dan doen we alle kleren van Luxie ook weer in de tas. En dan kan die van Lucius kan er ook wel bij. Dan hebben we van twee kinderen in één zo'n grote tas. En dan scheelt het ook weer. Dan kunnen we het lekker een beetje erin proppen. Top. Ondertussen is Lucius lekker aan het spelen met het olifantje. Ik zie hem kijken. Wat is dat, liefie? Hier met het uitzicht naar nog steeds het regenachtige herfstweer. Heb ik hier alles op het bed neergelegd. Ook voor Lucius. Dit zijn de kleertjes voor Lucius. Alles setjes voor de hele week. Spuugdingetje. Nog een vestje. Sokjes. Rompertjes. Zijn knuffeltje waar hij s'avonds altijd mee slaapt. Vitaminepilletjes voor de kinderen. En het rammelaartje. Hier wordt Lucius altijd stil van als ze hiermee rammelen. Dat is heel grappig. Als hij s'avonds uit bad aangekleed wordt, wil hij nog wel eens een beetje huiderig zijn. Als we dan hiermee gaan rammelen, dan wordt hij dus stil als hij dus de rammelaar hoort. Dus die hebben we eigenlijk ook altijd standaard bij het avondritueel. Vitamintjes doe ik s'avonds altijd voordat hij gaat slapen. Dan van Zwitsal, een olietje en haarlotion, kammetje erbij. Hier heb ik ook de luiers in zitten, de doekjes. Extra 4 wc-rollen hebben we extra mee. En dit ga ik dus even bij in de tas doen van Luxie. En ik heb ook al mijn toiletspullen, zeg maar, altijd in zo'n mandje zitten. Met de haarspullen, borstels, tandpasta, gel. En ik neem een föhn mee. Zodat ik dat allemaal makkelijk in de badkamer kan zetten als we daar op vakantie zijn. Dan zet ik eigenlijk gewoon het mandje daar neer. En dan pak ik iedere keer vanuit het mandje als een soort kastje, zeg maar. Dus vandaar dat ik alles in mandjes heb liggen. Vind je het niet meer zo leuk, liefie? Vind je het niet meer zo leuk? Schatje. Kijk eens, hier heb je je speentje. Die is lekker, hè? Dat is een lekker speeltje. Ja. Ja. Oh, schatje. Nou, ik ga dat even allemaal in de tas doen. En dan, oh ja, zijn slaapzakje. Dit slaapzakje, hier slaapt hij altijd in. Die neem ik ook mee. En over het algemeen, ja, hij slaapt, Lucie slaapt altijd in een bedje hier naast mij. Maar bij vakantie heb ik hem eigenlijk altijd in de kinderwagen liggen. Er zit ook een heel dik matrasje in. Het is een echt wel lekker dik bedje, of lekker bedje waar hij in slaapt. En hij voelt zich ook het veiligst in. En hier slaapt hij ook het beste in. Dus ik doe hem zeg maar in zijn slaapzak. Leg ik hem dan hierin. Hier heb ik er ook een dekentje in. En dan kan hij gewoon lekker als zijn bedje slapen in zijn kinderwagen als het nacht is. Maar ik moet wel even zijn slaapzak meenemen nog. Want daar slaapt hij eigenlijk wel altijd in. Nou, en dan gaan we inpakken. En dan hebben we in ieder geval mijn eigen kleren. Altijd zo'n ding. Ik vergeet bijna eigenlijk altijd mezelf in dit verhaal. Dan denk ik, oh ja, ik moet mijn spullen ook nog inpakken. Dan heb ik alles van de kinderen. Check, check, luiers check, kleren check, rompetjes check, knuffeltjes check, toiletspullen check. Oh ja, mijn eigen kleren nog. Even kijken, wat ga ik zelf aandoen? Kijk, deze broeken. Hoppatee. En dan doe ik nog even wat shirtjes op. Nou, even kijken wat ik uit ga zoeken. Deze die ik van jullie heb gekregen, vind ik wel leuk om mee te nemen. Die heb ik nog niet aangehad. Kijk, dit bedoel ik dus. Pak ik dus dit shirtje. En wat gebeurt er dus met dat stapeltje? Dit stapeltje valt dan weer om. En zo komt het beetje bij beetje dat het iedere keer weer zo'n rotzooi in de kast wordt. Maar goed, jullie hebben afgelopen vlogs kunnen zien hoe ik dit weer heb opgeruimd. Maar zo ontstaat het dus. In ieder geval, deze neem ik ook mee. Even kijken hier. Laten we ze meteen even opvouwen. Hier heb ik 4, 5 broeken en wat truien. Oh ja, en deze voorleesboekjes. Die neem ik nog mee om voor te lezen. Voor het slapen. Hier staan alle tassen klaar om in de auto gezet te worden. Wie ligt hier nou weer boven op de bank? Woezel. Zo gaat dat kussen toch helemaal inzakken, jongen. Hé, hey, wat is dat toch? Heb je zo goed overzicht? Hm? Kerel. En daar komt Luxie voorbij op de fiets. Ja, wilt u die opeten? Wilt u die opeten? Ja. Volgens mij wilt hij die lekker snuffelen. Zie je dat? Hij wil hem even proeven. En voelen. Pip ook. Pip ook, hè. Ach, Pipje. Dat is gezellig, hè? Ik denk dat we dit wippertje ook maar meenemen. Want die zit hier heel erg veel in. En dit kun je eraf halen dat het plat wordt, zeg maar. Kunnen we dit ook makkelijk in de bus leggen. En Lucas ook deze. Ja, dat ook kan hij. Mee slapen. Die, ja, die kan ik mee slapen. Ja. Die jouw meegaan. Ja.
Dit kan ook mee. Ja hoor. Dat is goed. Ja. Nou, na even de stofzuiger door het huis hebben gehaald. Zet ik de was aan de lijn. En nog even lekker met de tel erdoor. Nou, alweer heel wat later. De camper is helemaal ingepakt. Alleen dit nog. Of de camper. Ja, als camperbusje. En wie is daar thuis? Lucilla. Hey. Hallo. Nou, we eten nog even een lekker bordje. Soepje van gisteren. Soep. Dat we mama. Maken het avond eten. Dus echte tomatensoep met vermicelli. Dat is wel zo lekker. Lekker eten. Ja, en dan laatste dingen. Inpakken. En dan, het huis is helemaal schoon. Het ruikt helemaal naar fris. Gedweld, gestofzuigd. Stofzopen, wat is het? Alle was aan de lijn. Was gedaan. Ja. Tassen ingepakt. De keukenspullen ingepakt. Vuilnis net weggebracht bij de rover met Lucilla. Check. Kinderwagen, alle... Sammy mee. Ja, kijk. Sammy, dat zei Lucilla. Lucilla had de kooi gevonden. Hé, hey, Sammy. Jij gaat ook met ons mee op vakantie, hè? Waar is hij? Schapen. Oh ja, hij is daar een holletje aan maken. Sammy, ga je ook weer lekker mee op vakantie, jongen? Ja, en woezelen Pip ook, hè? Ja, ook. De riemen hebben we mee, het hondenvoer hebben we mee. Even dus, uitlaten even, dat we even kunnen... Ja. En dan gaan we zo Luan ophalen van school. En dan rijden we meteen door. Ja, en dan hopelijk geen file. Dat we einde middag daar aankomen. Dan kunnen we net het huisje in checken. En dan wel avond eten. Ja, dus normaal gesproken gaan we op vrijdag... Pip. Ja, Pip die ziet Sammy. Normaal gesproken gaan we op vrijdag eerder weg. Zodat we op vakantie op de locatie nog een halve dag hebben. Maar ja, Luan die heeft vrijdag dus een lange dag. Nu die in groep 5 zit. Ja. Dus die is pas aan het eind van de middag klaar met school. Dus we moeten echt even op Luan wachten. Vandaar dat het eigenlijk het einde van de dag dat we pas aankomen op onze vakantiebestemming. We gaan een heerlijk vlieg. Maakt niet uit. We gaan in ieder geval alles inpakken en Luan ophalen en op vakantie. En we geven de vissen extra voer. En opa en oma komen woensdag weer extra bij voer. Ja. Nou, de vissen heeft extra voer gegeven. Een mooie tuin. Ik ga je missen. Het zonnetje komt wel door. Het zonnetje komt door. Maar opa en oma komen de vissen nog weer voeren. En we zitten bepakt en bezakt in de auto. Moes en Pip hebben een plekje gevonden. Lucie en Lucie zitten hier lekker. En Lucilla daar. En we gaan nu Luan ophalen. Met het aapje, ja. Van school en dan eindelijk, jongens, kan onze reis beginnen. Ondertussen zit Luan ook in de auto. Hallo jongen. Hey. Is weer klaar van school. Die is aan het gamen. Luxie die is met Ramadan aan het spelen voor Lucius. En Lucilla zit hier lekker op haar telefoon dingetje. Wat ben je aan het doen? Ik ben een heel spelletje aan het doen. Oh, sorry. Ze is een spelletje aan het doen. Ondertussen, jongens, is het zonnetje doorgebroken. Wat vinden we daarvan? Ja, heerlijk. Dat vinden we lekker. 58 minuten rijden in het zonnetje. Ja. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Het is wel een tijdje rijden voor ons blijven. Maar twee uur. Een tijdje. Als je op vakantie gaat, is twee uur misschien niet zo heel lang. Maar lang genoeg. Lang genoeg voor ons. Met vier kinderen en drie dieren. Nou ja. Ja, inderdaad. Drie dieren. Ook Sammy mee. En de honden. En natuurlijk een baby aan boord. Dat is ook normaal de vraag hoe lang die het volhoudt. Ik heb net wel goed gevoed en is gewoon luier aan gedaan. Alleen hij was net wakker van zijn slaapje. Dus hij gaat nu niet meer slapen. Dus Lucie die probeert met een rammelaar hem lekker te vermaken. Dat vindt hij volgens mij wel leuk. Maar het is druk op de weg. Kijk, camper. Vrijdagspits, hè? En vrijdagspits, maar ik denk ook dat de meeste mensen op vakantie gaan. Dus we hebben file onderweg, hadden we gezien. Een stukje bij Arnhem. Stukje. En hier een stukje bij Arnhem, Nijmegen. Vrijdagspits. Ja. Varen had iets gevonden. Wat ik eigenlijk voor een speciaal moment had bewaard. Zorg het opruimen. Dus zo lang in de auto. Merci dat ik hem haal het en weer maar bij. Op vakantie. Ja, nee, ik had deze gevonden. Ja, die had ik daar speciaal aan de leren. Ik zei het niet al, wist je dat hij daar lag? Ja. Dat is oké. Ja, dat dacht ik al. Even kijken. Welke kleur vind jij lekker? Ik wil marsepein. Blauw. Lucilla houdt van de blauw. Waar houden jullie altijd van? Niet gesponsorde versie. Nee, gewoon betaal bij de benzinepomp. Even kijken. Lucilla wil blauw. Luxie, welke kleur wil jij? Ook blauw? Ja, Luxie houdt ook van blauw melk, hè? Kan je die een Luxie geven? Luan, die houdt niet zo van chocolade, denk ik. Nee, ik wil die berg. Daar zit de marsepein. Dat komt goed uit, want dat vind ik dus helemaal niet lekker. Deze? Die vind ik misschien niet zo lekker. Marsepein. Ik hou heel erg van de paars. En van de groen, die vind ik het lekkerst. Dus die gaan we nu lekker opeten. Nou, deze merci gaat helemaal op deze weg. Nee, ik doe de hele week mee. Nee.
gewoon. Nee. Slak en fit van vader hoe zit. Ja. Ik heb hard getraind deze week. Deze week gaan we vakantie en heb ik geen sportschool. Nee. Dus ik ga de hele week aan het konijn oefenen. En één blokje chocola. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, er stond wel even een mooi plaatje zo onderweg. Dat is Arnhem. Dag Arnhem. Ja. Dat is een stad, schatje. Kijk jongens, daar hebben we het Gelderdoom. Daar hebben mama en papa nog wel een leuk verhaaltje bij. Ik nam Daniel mee als verrassing. Had ik voor Daniel van mijn laatste spaarcentjes een kaartje kunnen kopen voor het concert van Michael Bublé. Waar we helemaal fan van, nog steeds. En op tv hadden we de dvd, dat was gewoon real life. Ja, en toen zaten we daar. Maar ja, ik kan natuurlijk het goedkoopste kaartje, want meer geld hadden we toen niet. Dus toen was Michael Bublé zo klein. Zeg naar mij. Maar hey, we hebben hem in het echt gezien. Dat was een leuk concert. Wat een leuk concert. Ja, met die dvd thuis was het toch mooi. Ja. Dat was hij veel groter. Dat was hij veel groter. Ja, even een flashback. Flashback, ja. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Kontje kaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, het is midden in het bos. Zien jullie dat? Dat 2 uur in de zijde. Kijk dan. Broer en zus staat daar. Wat grappig. Ah, kijk. En ze hebben hier een drive-in check-in. Ja. Zie je dat? Dus je staat zeg maar... Gewoon, je kunt in de auto blijven zitten. Ja, Lucas ziet weer een speeltuin. Ja. Je kunt in de auto blijven zitten en dan kan je gewoon inchecken. We waren niet de enige in de file. Zie je dat? We hadden nog best wel wat file. Maar volgens mij zijn er meer mensen die laat aankomen. Je kunt er vanaf 3 uur of zo in checken. Ja. Maar het is nu? Geen idee. 5 uur? Nee, 5 uur. Oh, net 5. Hallo, goedendag. Leuk dat jullie er zijn. Ja, eindelijk. Hebben jullie zin in achterwen? Ja. Ja, gelukkig maar. Goed, was het druk op de weg? Ja. We zeggen bijna, ik denk dat wij de helft van de aankomst nog niet binnen hebben. Nee hoor. Iedereen staat in de file. Iedereen, ja zie, daarom is het dus file. Ja, het is echt niet normaal. Nee. We hebben echt 5 aankomsten pakken vandaag en denk dat we op de helft zitten. Oh. Dus we moeten nog flink aanpoten, jullie. Overwerken vanavond. Ja, dat denk ik ook. Ja, we zijn tot 8:50 geopend. Dus vaak rond 7:30 gaan we mensen wel bellen van, joh, hoe laat zijn jullie er al? Ja, precies. En anders hebben we een kluisje waar sleutels in gehangen worden. Ja, dus, okay. Jij weet de weg, hè? Ik weet de weg. Ik ga voor jullie, voorfietsen. Ah, super. Nou. Ik zet jullie er naartoe. Tessa weet de weg en heeft de sleutels. Ik ga jullie wel alvast even een map geven, dat is iets makkelijker. Ja, top. Ja. En dan fiets ik voor jullie uit. Ja. Super leuk. Yes, ja. Ja, leuk. Leuk, let's go. Leuk. Oh, we zijn niet de enige. Nu hangt echt gewoon weer zin in. Tweelingen? Nee, ik zeg, we zijn niet de enige. Oh, ik dacht dat je zei, dat zijn tweelingen. Nee, we zijn niet de enige die zo laat zijn. Ze heeft dus nog maar de helft van het park binnen, zei ze. Dus ze zijn ook al file. Nee, dit was geen vrijdagspits. Dit was echt file. Ja, maar ook vrijdagspits. En mensen die op vakantie gaan. Tegelijkertijd, daardoor kwam er zoveel file. Maar het was ook een aparte route. We gingen binnen door Arnhem en we gingen binnen door Nijmegen. Normaal denk je dat je met snelweg dan. Maakt niet uit. 2 uur later. Meer dan 2,5 uur later. Meer dan 2 uur later. Maar we zijn er. We beginnen even een lokje aanpakken. Ja. Mama krijgt de stadkaart. Het ziet er wel heel leuk bosrijk uit. Heel bosrijk, ja. Moet je hier zitten? Kom maar af. Kinderen wil altijd helpen. Ja, hey, kijk. Oh, dat was een lol, Tessa. Kijk eens. Wat zeg je dan? Oh, dank je wel. Dank je. Stickers. Slempip. Oh, ja. Die zit daar. Kijk eens. Dank je. Ik ga jullie even alles mee en dan leg je daar komen uit. Ja. Jullie hebben een kinderbungalow. Dus jullie hebben een kinderbungalow. Leuk. We hebben een kinderbungalow, jongens. Ja. Kinderbungalow. En dan heb je als laatste de envelop met de sleutel. Ja. Top. Nou, zelfs voor Slempip. Ja, zeker. Leuk. Ja, ach leuk. Honden zijn welkom, zegt ze. Ja. Ik heb het besteld voor jullie. Dus, fantastisch. Leuk. Nou, we gaan ze de sleutels zoeken, jongens. Ga ik weer voor jullie uitfietsen. Ja, volg jou. Dankjewel. Kijk eens, de sleutel.
Welk nummer hebben we? Luxie is helemaal blij met de stickers. Mooie stickers. Hou maar vast, gek. Mag jij bewaren? Ik zie die nog net. Mag jij bewaren, die stickers? We rijden stapgoed. Ja. We rijden stapgoed. Even het raampje dicht. Ja. Hoppatee. Zo. Stapgoed. Het zijn allemaal testen. Andere soort huisjes. Dat vind ik ook wel leuk, dat van de parken. Iedere keer zijn het weer andere soort huisjes wat je... Nee, andere kleur. Ja. Ja, maar deze huisjes zijn allemaal verschillend. Maar soms heb je parken waar alles hetzelfde is, maar hier is alles verschillend. Zie je dat? Ga je de richting in. Dat heb je wel eens. Hebben wij ook wel eens. Ja, zoals mama, zo zou mama ook rijden. Ja. Dat is leuk. Leuk. Ja, maar dit is wel grappig. Potloodjes. Potloodjes. Kijk, we rijden nu haar achterna. Zij vertelt ons waar het huisje is. Maar kijk, je hebt hier dus allemaal verschillende soorten huisjes. Heel grappig. Ziet er echt heel leuk uit. En allemaal in het bos. Allemaal mooie boshuisjes. Leuk, hè? Ik heb zo'n... Kijk. Ik kan verschillende mooie huisjes. Daar lijkt het zo'n. Zo. Zo. Die sticker die kan je straks ergens op plakken. Maar niet op iets plakken, alleen op een papier plakken. Niet dat ik zo meteen op een deur ergens een sticker. Mooi jongens. Zo. Nou, waar zouden we zitten? Een kinderbungalow. Dat betekent dus dat er iets voor kinderen is. Ja. Kan mama de deur openmaken of ga jij de deur openmaken? Ik. Zullen de zinnen de deur openmaken? Kan alles nog goed achterin? Ja. Met de dierenbende. Oh, wat leuk. Kijk dan. Oh, wat een leuke huisje is dit. Snibbels. Heel leuk. Wie zit er nou aan het huis? Kijk de Pip dan onder. Pip die denkt ook van, hé, dat is leuk. Pip denkt een huisje hebben hoor. Welke sleutel. Kijk, ziet er leuk uit. Oh, met een speeltuintje. Zou hier ergens een huisje zijn? Zou wel leuk zijn. Grappig. Waar stopt ze, Luxie? Oh, wat leuk. Kijk daar. Heel leuk. Oh, het ruisje. Ach, bij je speeltuin. Nee, kan je zo bij de speeltuin spelen? Ja. Kijk, in de bagage kan hij zo in de voordeur. Mooi. Ach, leuk. Leuk, jongens. Nou, benieuwd naar de home tour. Echt, hè? Dat is een verrassing. Oh, er is een hondje. Zo. Oh, nou ja. Ik heb tekeningen. Ja, tekeningen mee. Oh, Hoppatee. Nou, het eerste wat Luxie doet is kijken naar de speeltuin, Liefie. Ach, schatje, wat leuk. Ja, daar kan jij ook wel bij, denk ik. Ja, moet ik er even op helpen. 1, 2. En houd touw maar vast, zien. Die kan je bij. Goed zo. Och. Deze stang kan heen en weer draaien. Leuk. Ja, doe maar voorzichtig. Luxie kan er overheen lopen nou. Ja, ik ga hem vasthouden. Ja, goed zo. Ga maar lopen. Nee. Mama, jou even helpen? Mag ik even? Zal ik dat het beste om op de zijkant doen. Hoppatee. Goed zo. Je kunt even een glijbaan, Luxie. Goed zo, Sil. Nou, de speeltuin is al meteen helemaal top. Luan ook. Nu zie ik hier de glijbaan. 1, 2. Wee! Ja. Ja. Ach, ga je daar vanaf? Ah, ik ga je helpen. Ja. Jouw benen zijn bijna net zo lang als die glijbaan. Heel erg leuk. Oh, Sil. Ja. Doe maar. Ik dacht wel heel hoog. Doe maar. Glad. Hou maar vast. Glad. Ja. Nee, ja. super. Ik heb jou. Ja, ik heb je. Hier kan je wel weer. Nee, dit is glad. Okay. Dat is glad. Hoe is glad? En? Goed zo. Goed gedaan, Sil. Ahoy, Luxie zit hier bovenop. Vind je dit mooi, schatje? Ja. Leuk, hè? Oh, jongens, wat een leuke vakantie. Heerlijk, met het zonnetje nog in ons gezicht. Midden in het bos. Omgeven door de... huisjes. Kijk daar het zonnetje nog door de bomen heen. Hier een leuke speeltuintje. Heel leuk speeltuintje. En dan daar is dan het huisje waar we zitten.
En ze zegt, het zijn dus allemaal kinderuitvoering bungalows hieromheen. Mama, heel leuk. Ik kom. En op van de paal. Poep. Ja, kan je daar vanaf? Meer. Moet je je omdraaien en dan moet je zo naar beneden kruipen. Oh. Goed zo. En nu van glijbaan. Wat knap, schatje. Kan je helemaal naar boven klimmen? Lijkt wel alsof je een berg beklimt. Heel goed. Nou, daar hebben we het speeltuintje. Mama. Dit is dus het huisje, maar wat hebben we hier nog meer? Een veranda hier buiten. En een bakfiets erbij. Kijk dan. Ja, dat is handig. Kunnen Woes en Pip niet weglopen? Nee. Heel handig. Ja, en de bakfiets. Kunnen we lekker fietsen door het bos? Oh, kijk, ik kan zelfs op slot. Heel leuk. Dit is dus een soort veranda wat je hier hebt. Mama. Kun je ook nog hier zitten? Hey, maar ik ben nou wel heel benieuwd hoe het huisje er binnen en buiten uitziet. Hier is wel het kinderbankje. En dan gaan we hier eens even kijken hoe het er binnen uitziet. Oh ja, die bel. Ja, ik zie het. Ja, is er iemand thuis? Helpen. Ja, nou, eens even kijken. Oh, oh. Kijk mama, kapstok. Kijk ja, zo. Kijk zo. Mama, kijk. Hoe ben ik? Ja, dat is om te kijken hoe groot je bent. 120. 120 en Luan? En Luan is bijna 130. Nee, ik kijk. 130, ja jongen. Ik ben 1, ik ben Luan. En wie mij? Nou jij. Jij bent bijna 100. Nou, dan beginnen we. Hier komen we dus binnen. Deze. En dit. Natuurlijk wc. Oh, natuurlijk. Ja, we hebben een wc nodig. Dat is hier. Ja. Oh, ik zie nog even de schoen uit. Heel goed. Ik heb ook nog een hele kapstok. En hier heb je een kapstok. Kapstok voor de mama's en de papa's. En de kindertjes. Hier slaapt. En dan kan je dan opschrijven wie er slaapt. Oh, Och leuk. Oh, echt waar? Kijk, nou, ik denk dat... Papa. Ik denk dat mama en papa hier wel willen slapen. Heel leuk. Mam, kijk dan. Hier, ja. Papa. Dit is een slaapkamer. Kijken. Ja, oh, dan kunnen we ook tv en kijken. We kunnen ook naar buiten kijken. Mooi. En mama? Ziet er heel mooi uit. En papa? Ja. En wat zou hier zitten? Weer mogen doen? Nee! Oh! Dit ziet er sfeervol uit. Oh, mama, kijk eens. Wat gezellig. Kijken. Mama, oh. En een briefje. Oh, een briefje. Dat is van Bollo. Is die van Bollo? Groetjes van Bollo. Ach, kijk eens. Wat leuk. Welkom bij een allemaal de vers. Superleuk dat jullie er zijn. Hier. Keukentje. Knuffel, Bollo. Dit is leuk. Ja, vandaar dat het een kinderbungalow is. Och, kijk hier, Woes op Pip. Ja, en hier kun je dus naar buiten. Hier heb je dus de veranda onder. Leuk, leuk hoor. En mijn mama, we zagen ook nog een trap. Ja, en hier heb je de keuken. Oh ja, de keuken. De keuken, mama, ik heb nog niet gezien. Hier kunnen we lekker het ontbijtje maken. Luxie, heb je deze stoeltjes gezien? Kijk. Kijk, deze is voor Luan. Ja. Grote jongensstoel. Luxie, Luxie. Dit zijn de kinderstoeltjes. Oh, heel schattig. Pas precies. En kijk, zelfs de kussentjes die hebben diertjes. Dat is grappig. En hier staan konijntjes op. En hier ook nog geitjes. Heel leuk. Kijk, en hier, ach, en hier nog een hertje. Ik zag ook nog een trap. Een trap? Ja, want ja, waar moeten jullie slapen dan? Waar moeten jullie slapen? Op de bank. Nou, eens even boven kijken. Oké, nou. Gaan we hier naar boven toe. Oké. Okay. Een hekje voor de veiligheid. Ja. Dat is zeker handig. Oh, kijk, die lamp is ook kinder. Leuk. Ja, dat is een. Oh, kijk. Nee, je hebt Baby Lucius. Dat is voor Baby Lucius. Ja, en die dan? Is die van Baby Luxie? Nee, het grapje. En? Ach joh, oh, je hebt de uitzicht op de sportvelden. Zo. Dat is grappig. Nee, ik kan het net niet zien. Mama, kun je hem dicht? Even optillen. Oh, zo. Wat? Kijk, dat is mooi hè? Ja. Mama, nou, dit is dus een slaapkamer. Ah. Wat? Wat? Oh, wat gaaf. Hier gaan wij slapen. Hier?
hier gaan jullie slapen. Dat dacht ik al. Hier? Ja, Luxie. Hier slapen. Jij lekker hier slapen? Helemaal goed hoor. Slapen. Helemaal goed. Wat leuk. Hier een bollo-spel. Ach, en daar is ook nog een bed. En ja, kan je eraf? Hier omdraaien. Hier slapen wij. Ja? Ah, ja, ja, Luan slaapt in de tippy-tent. Kijk, doe maar de rest dicht. Doei. Slaap, slaap lekker. Oh, hier kunnen jullie leuk spelen, joh. Heel leuk. Kijk, en hier kun je Lucie zo. Ja, en hier kan je... Oh, gaat ie? Dat was een riggeltje. Hier kun je een huisje spelen. Mama. Ja. Hier kun je Lucie's verschonen. Ah, oh, kijk dan. Er is ook zelfs een commode. Dat is echt aan alles gedacht. En mama, leuk. Ik zag nog een kamer. Nog één? Nog één? Ja. Wat zou daar zijn dan? Oh, jullie zien allebei nog één. Oh, dit is nog een wc. Ja. Oh, een douche en een bad. Ach, kijk dan, wat lekker. Kunnen jullie weer met z'n allen in bad? Ja. Heerlijk. En een grote, hele grote inloopdouche. Ik ga mijn tassen. Heel leuk. Ja. Superleuk, jongens. Top huisje. Nou, ik denk dat we hier alweer een goede vakantie kunnen doorbrengen, jongens. Kijk, en dan kun je hier open doen. En ja? Hier is een klapdeur, zie je dat? Ja. Mag je eigen kamer. Ja, we gaan even de tassen er weer uithalen. En dan gaan we het weer allemaal jullie op je eigen plek leggen. Goed? Oh, en mam, hier nog leuk. Een mooie wafel. Ja, leuk. Ik ga bij het lage bed heel slapen. Leuk huisje. Ja, zullen we naar beneden? Oh. Vind je het leuk, Luxie? Ja. Ja? Wil je blijven? Jij! Ja, en een mooie lampje naar boven. Kom. Ja, we gaan alle spullen uit het busje halen. Alles een plek geven. Ze mogen de kleren en hun eigen slaapdingetjes weer inrichten. Ja, doe die maar naar de kamer, want daar kan Lucius in zitten. Ik heb het wippertje meegenomen van Lucius. Zodat hij ook zijn eigen plekje heeft. Ja, ja, dat vind ik een mooi plekje. Zet daar het wippertje maar neer. Ja, toppie. Ja, en de televisie. Leuk. Ik vind het ook echt zo leuk ingericht. Het is echt heel bosrijk ingericht. Heel leuk. Ja, is dit een stoel voor jou? Daar pas je precies in. En voor Lucella. En voor Lucella. Hier hebben we al die papa in de achterbak. Kijk, en hier kan je zo inderdaad lekker naar buiten. Hier heb je gewoon lekker een terrasje. Kijk, een terrasje voor de honden. En het is nog best wel lekker om buiten te zitten. Ja. Dan zit je hier zo. Om lekker in het bos. Heerlijk. Heel leuk. Even kijken. Wat is er? Ach, kijk dan. Is die voor Lucius? Ja. Of dacht jij dat die voor jou was? Ja. Ja, maar ik denk dat jij al een beetje groot bent voor deze. Maar jij mag hier ook in zitten als dat nog past. Ja. Ja. Zullen we eens even passen? Ja. Even kijken hoor of jij hierin past. Oeh, dat gaat toch net? Ja, dat is wel handig. Dat is ook handig dat ze die er neer hebben gezet, hè? Ja, mama. Heb je wel lange benen? Ja, maakt niet uit, liefie. Ja, even die handen eruit. Lief papa in de achterbak liggen, schatje. Nou, we gaan even alles uit de auto halen. En het even op de goede plekken zetten. Ja, jouw tas, die is daar. Dat is jouw tas. Oh ja, maar dat met die sloffen. Ja. En dat, dit is de klerentas van jou en van de... Deze moet naar boven. Ja, dat zijn jouw sloffen. Die kan je lekker aandoen. Moet ik je even helpen naar boven tillen? Nee. Sammy naar binnen. Kijk, hier hebben we Sammy. Die krijgt ook een plekje ergens. Waar hij lekker staat. Wat zeg je? Jas. Hm? Nee, er hangen nog geen jassen. Nee, die liggen nou nog in onze auto. Maar we gaan eerst even al deze bagage uitpakken, jongens. Makkelijk vanuit het busje. Zo, hoep, hier naar binnen. Waar ben je, jongen? Hoeske. Ah, ja, dat is een mooie plek. Kijk, en we draaien hem om. Oh, ik zie Sammy. Waar is die? Waar is die? Ach, kijk dan, hij lag lekker te slapen. Maar daar hebben we ook hamster Sammy. Die is ook mee op vakantie, hè Sammy? Ja, die was ook mee, hè? En die leeft nog. We krijgen nog wel eens reacties. Leeft hij nog? Ja, inmiddels is hij al 2,5 jaar. 2,5 jaar. 2,5 jaar. Opa Sammy, zeggen we. De hamster is best wel oud voor een hamster. Ja. Maar hij gaat nog steeds mee, jongens. Voor hoe lang? Geen idee. Die hebben het zo goed gedaan in de auto. 2,5 uur is net een beetje de max. Dan begint ik het laatst toch een beetje te piepen. We hebben dus toch ook maar zo'n wippertje meegenomen. Dan kun je even lekker in je wippertje zitten, hè? Maar nu precies van mama, papa, ik wil spelen.
Ik heb 2,5 uur in een maxicoosje gezeten. Nou wil ik spelen. Nee, wat is het? We hebben hier een heel leuk kinderhoekje. Lusjes die hebben we even hier neergezet. Bij het wippertje. Oh, lusjes. Ja, je hebt broodjes. En wat ga je doen met de broodjes? Broodrooster. En dan, ding, is het klaar. Oh, daar ging het brood. Ja, wat doet je zus allemaal, schatje? Ja? Even in mijn pan. Oh, waar is je pan? Oh, daar is de pan. Goed, zus, schatje. Nou, Luxie is al helemaal blij met het keukentje wat hier staat. En Lucius die kijkt toe hoe zus speelt. En Liefie? Oh, wat is dit dan, joh? Kijk dan. Weet ik ook niet. Wow. Een taart. Oeh, dat is een, volgens mij is het een fly. Zo, typische fly van deze streek of zo, denk ik. Ik ga even lekker voor. Heerlijk, dankjewel. Okay, dit is allemaal, wat is dit? Lekkere, zijn het biertjes? De apotheker. Och, joh. Biertjes. Oh nee, wat is dit? De Gadoen. Brouwers. Brouwers. Och. Oeh, speciale biertjes. Heerlijk. Heel leuk. En wat heb jij gemaakt? Eten gemaakt. Doos. Speciaal voor jou een ijs, ijsje. En een eitje gebakken. Mm-hmm. En dan een broodje. Luxie is helemaal blij met het keukentje. Keukenzes. Mm-hmm. Een woezel en pip hebben we ook lekker, een hondenbarretje. En dat is jullie plekje. En nu eens even boven kijken. Ik dacht, ik ga even kijken waar Lucilla is. Maar Lucilla is helemaal niet hier. Lucilla heeft al... Ah, ik zie haar. Hier nu al. Lucilla heeft al vriendinnetjes gemaakt in de speeltuin, zoals jullie zien. Ze is daar aan het spelen. En daar ook een ander kindje aan het spelen. Kijk, ze klimt nou daar naar boven. Die komt niet laten om meteen, woep, de speeltuin in te vliegen. Superleuk en handig dat ik je zo kan zien. Daar voor de deur. Ja, liefie. Mama is hierboven. En Lucilla heeft hier op haar bed al haar knuffeltjes neergelegd. Hé, hey, en Luxie, waar ga jij slapen? Daarboven. Luxie wil daar slapen. En waar gaat Lucilla slapen? Hier. Lucilla gaat daar slapen. Maar waar gaat Luan slapen dan? Kom maar mee. Kom maar mee. Waar gaat jouw grote broer slapen? Hier, naast ja. Lucius. Naast Lucius? Kijk, hier heeft Luan zijn met kapstok. Mam, en hij heeft hier zijn konijn. Slapen. Ja, ik weet het, liefie. Maar die slaapt in de kinderwagen. Mam. En al zijn spulletjes neergezet. Mam, ja, ik denk dat dit gewoon een box is. Een box en een ledikantje. Maar wat ik jullie thuis ook al vertelde, slaapt Lucius gewoon lekker in de kinderwagen. En we slapen beneden. Ja. Ja, dat is een box. Dat is het bed. Dat kan. Maar Luan die heeft een hele kamer voor zich alleen. Ja, het wordt natuurlijk ook een grote jongen, hè. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen. Leuk, staan de meisjes samen op een kamer. En Luan op de grote jongenskamer. Hier, Lucilla. Waar was je bij het aan het spelen? Oh, bij de tuin. Oeh, gezellig. Nou, en Luxie en Luan gaan ook buiten spelen. Boy! Au! 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 Pleisters mee? Pleister. Heb jij een pleister? Heb jij een pleister mee? Ik heb geen pleisters mee. Maar volgens mij heb jij wel eens pleisters mee, of niet? Ja, maar nu niet. Heb je geen pleister? Een pleisterdoosje heb ik daar Snoep en Lollies in gedaan. Kijk, hier heb ik mijn oude pleisterdoosje. Geniet maar lekker van je snoepjes. Mama heeft ook pleisters mee. Je hebt dus geen pleisters mee. Ik heb jouw snoepdoosje gevonden. Oh, ik dacht, dan kan ik stukje geheim snoepjes eten. Ik had het gevonden toen ik het had je gevonden. Ik moest wel lachen. Snoepjes eten. Nou, je hebt wel pleisters mee. Maar luister, ik was in de vlog aan het vertellen. Oh, kijk, en hij heeft ook pleisters meegenomen. Ik doe hem open. Ik zie die snoep. Dit is snoep. Ja. Ook snoepjes eten. Ook snoepjes eten van Luan. Oh, het is bekend. Nou jongens, Luan die heeft het zelfs opgeofferd dat hij snoepjes in zijn pleisterdoosje had. Dus zitten, je hebt wel... Oh, je deed het ook gewoon als sop. Ja! Ik wilde ook... Dacht je dat het echt was? Ja, ik denk... Auw, auw, auw. Je zag er niet
wilde even weten hoe je reageerde als ik vroeg om een pleister. Of je dat doosje zelfs zou laten zien. Maar goed, hij had dat doosje dus laten zien. Nou, super jongens. Nou, kinderen gaan lekker spelen op de kamer. En er komt zo meteen lekkere pizza aan. Ja. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de timer. Geef je een belletje. En we zien morgen weer een nieuwe vakantievlog. Gaan we kijken hoe het park eruit ziet. Tot morgen. Doei. Tot morgen. Lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.